We staan op de schaatsbaan in Puttershoek. En Arie, ijsmeester, secretaris van de skieler en schaatsvereniging hier. We lopen door het water, maar dat moet over een paar dagen ijs zijn, hè? Ja, we hopen in ieder geval dat het binnen twee of drie dagen dat het er nog hier ijs is. En dat we niet in het water staan, maar op het ijs. En proberen jullie dan ook de eerste natuurijsbaan van Nederland te worden? Nou, daar hebben we, die ambitie hebben we eigenlijk niet. Maar wel hopen we de eerste ijsbaan open te zijn die hier in de regio. Dat lukt bijna 100%. Want er zijn geen ijsclubs die randjes hebben zoals als wij hebben. Wij hebben aan 4 centimeter water, dus aan 4 centimeter ijs genoeg om te schaatsen. Ik voel dat er volgens mij een gaatje in mijn kaplaars zit. Kan dat? Is dat zo? Ja, ik krijg een beetje natte tenen. Oh, dan heb ik de goede laarzen in ieder geval voor je genomen.